Nou, zitten we in het laatste stukje. En dan praten we altijd even over de muziekkeuze. En in dit geval vind ik het wel heel leuk om eens te horen. Ik begrijp Red en uh, Link uh, met de barbecue-song, begrijp ik waarom die kiest. Ja. En ik moet erbij zeggen: we hebben direct op de website van deze uitzending. waar je alle video's ook nog eens kan bekijken. En deze gesprekken die we ook opnemen. Hè, waar jij in de video zit te praten. Ja. Um, <tosses> vind ik het hartstikke leuk om dit nummer te zien. Moet ja. ik echt. Uh, iedereen kan ik het aanraden. Uh, maar ik vind het logisch dat je die gekozen hebt. Ja, ja het is ons lijflied. Het is ook de wachtmuziek uh, voor de klanten op de telefoon. Oh en ja, oké. Okay. Uh, ja, ja. het is uh, het lijflied uh, van ons bedrijf. Goed zo. En uh, Zack Brown Band met Chicken Fried. Ja, dat is uh, heb ik zulke goede herinneringen aan. Een barbecue-wedstrijd uh, met de jongens, zoals wij dat noemen. Een grootste het team? Het team is vijf, vijf mannen. Okay. En uh, naar Kansas City afgereisd. Uh, en de vrouwen mee. En dat was gewoon, dat was een week waar alles... Feest. Ja, feest en, en hele mooie dingen. Allemaal en, country muziek en ja, alles. Ja. ja Super leuk. Dit nummer werd gedraaid. En dat is, uh, dat is nog steeds, als ik dit nummer hoor, dan ben ik in Kansas City uh, met de jongens en mijn vrouw. Kan me er iets bij voorstellen. Nou, dat Cats en Jammer met A Bar in Amsterdam. Hartstikke leuk. Ja. Ook, ook de video heel grappig. Ja. Uh, vertel eens, hoe kom je eraan? Uh, dat, is, dat is een nummer. Dus eigenlijk, uh, via, via mijn vrouw uh, uh, ben ik hier achter gekomen. En ja. Uh, ja, een ge geweldig, uh, vrolijk nummer. Zeker. Uh, ik moet hem niet te veel in de auto draaien. Want dan uh, <laughs> gaat de <rechte> voeten <laughs> nog wel eens naar beneden. Ja, dan krijg ja. je soms van die nummers. Ja. ja. En Peter Fox, Sea, Voor mij een absolute favoriet. Ja, zeker. Ik vind het uh, zo'n geweldig nummer. En ik, ik, ik denk dat dit nu al een evergreen. Een, Noem het maar op is. Ik vind het echt een, een heerlijk nummer. Ja. Simpel maar heel mooi. En hoe kom je nou toch in hemelsnaam aan Rita Pavone met Viva la Papa Col Pomodoro? Ja, dat is heel grappig. Uh, het, het komt uit een. Uh, tenminste, het is gewoon een nummer, maar het is. Het is gebruikt uh, in een Heineken reclame. Oh. En, is dat recent? Of uh, want ik uh, heb ik dat niet meegekregen. Dat, uh, dat een jaar of drie, vier geleden is. En toen stond uh, uh, onze. Onze dochter, die stond te dansen op dit uh, als kleinkind te dansen op dit nummer. Ja, en, uh, grappig. Uh, ja, ja, heb ik hier wat mee? Ik heb een oude video erbij gezocht. dat zullen jullie wel zien op de website. Dan okay. Herbert Kreunemaier met Der Week. Prachtig. Ja, fantastisch nummer. Mm -hmm. uh, uh, Even de concert uh, geweest uh, van Herbert. Okay, Kreunemaier maar... in, in Amsterdam, uh, ja, okay. in de, in, in de Dome. Super. Ja, en dat was echt, uh, op zijn leeftijd, wat een fantastische man. Uh, hmm. Ja, en hele mooie muziek, mooie, uh, mooie teksten. Uh, Goede herinneringen, ja. Ja, oké. Okay. En yeah. Jimmy Buffett met Another Saturday Night. Uh, ja, ik heb een poos in Egypte gewoond. Oh. En zij sprong Nederlands etiket opgezet. En dan had je dus ook uh, uh, äh, een restaurant, en uh, daar draaiden ze dit nummer. En één keer in de zoveel tijd gingen we daar naartoe om een, een echte lekkere hamburger te eten. Op de zaterdagavond? Ja, en daar hoorden we dit nummer. En uh, ja, dat is ook. Uh, als ik dit nummer hoor, dan ben ik weer eventjes daar in het Hard Café uh, in Hoegade. Oh, leuk. Ja. ja. Uh, 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 luister jij, he, hebben jullie muziek aan in Op de zaak? Ja, er staat Radio 538 uh, staat aan. Ja. Het magazijn en in de winkel. En mm. kantoor waar ik zit, uh, daar wil ik geen muziek. Nee. En uh, maak jij zelf muziek? Nee. Uh, nee. Nee. nee, ook niet. Nee. Ja, met bestek thuis even. <laughs> <laughs> op nee. Dus uh, nee, ik maak geen muziek. Nee, okay. Ik wil jou uh, hartelijk bedanken voor jouw komst, want we zijn alweer bij het einde gekomen, uh, Martijn. Ja, heel, jullie ook heel erg bedankt, Jan. Ja, graag gedaan. Dat is ontzettend leuk. Ik vind het ook leuk om uh, je verhaal te horen. En, uh, het, je hebt een bijzonder product en fantastisch dat je zo'n belangrijke speler op de, de Europese markt bent geworden. Dankjewel. Heel erg goed gedaan. En uh, ik kom uh, binnenkort een keer kijken met de maat van mij. En dan gaan wij eens eventjes kijken wat je allemaal in de aanbieding hebt. En wij gaan bij jullie volgend jaar barbecue organiseren. Je zijn van harte welkom. Ja, dat geloof ik. Nou, <laughs> we gaan het regelen. Um, ik wil ook even een bedankje naar um, Marcel uh, voor de techniek. En een uh, beterschap naar Adrie, die deze week onder het mes gaat, de andere technicus. Uh, heel veel beterschap, Adrie. Wij zien jou graag volgend jaar weer in goede gezondheid terug. En volgende week is mijn gast Jan Vink. Van Edit Value uit Lunteren en hij uh, doet fiscaal advies. En bij uh, zaken voor beroep en bezwaar voor de Belastingdienst kun je bij hem zijn. Dus hij kan vast wel iets vertellen over wat zijn gevoelens zijn over de huidige toeslagenaffaire. Dus uh, dat is ook heel actueel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.